Nou, of dit het thema eigenlijk is, inderdaad. Dat het zo vaak gebeurt dat je dat wil benoemen. Als misstand. Ja, nou kijk, ik heb dat nogmaals, dat kwam deze zomer allemaal uit. Dus dat is niet de intentie van het boek. Maar ik denk dat het wel relevant is dat ik heb die toneelschool als decorum gekozen. En er komt geen verzet. Althans, zo heb ik het ervaren vanuit die omgeving. En dat geeft eigenlijk een dubbele. Qua integriteit is dat voor het hoofdpersonage best wel een hekele kwestie. Van ben je integer aan het instituut, aan de man. Of aan jezelf. En het is al allemaal zo spannend. Laten we even luisteren naar Halina Rijn. Die staat in College Tour. Ja. En waar het ook over deze kwestie ging, nou, daarover zegt ze het volgende. Ik vind om een soort openbare heksenjacht te openen. In een soort van gebied waar ik denk, waar het juist gaat over dat soort dingen, vind ik discutabel. Aan de andere kant vind ik het natuurlijk de taak van onderzoeksjournalisten en van de wet. En zeker van een opleidingsinstituut, om dat supergoed in de gaten te houden. En het mag nooit, nooit, nooit gebeuren natuurlijk, in principe. Alleen het feit dat het af en toe voorkomt, is niet te vermijden. Als je in een machtspositie zit en iemand komt naar je toe en die begint jou te verleiden, dan nog mag je natuurlijk daar niet op ingaan. Dan nog moet je gewoon hard zijn. Makkelijk gezegd, maar is dat makkelijk gedaan? Nou, kijk, ik vind die grijswaarden vind ik het interessantst, ook voor mij als schrijver. Want er zijn veel grijswaarden. En natuurlijk is het goed om het ter discussie te stellen. Maar ik probeer in mijn boek een antwoord te geven op die discussie. En het is zeker zo dat in die positie is het gewoon, ben je heel kwetsbaar. Mm. En degene die aan de andere kant staat, de ouderen en de pedagoog en de verantwoordelijke, daarvan hoop je dat die zo waakzaam of wijs is om wat er ook van die andere kant komt, dat toch te kunnen pareren, enigszins. Peter, hoe zit jij in deze discussie? Ja, het gebeurt in zo ongelooflijk veel lagen van onze maatschappij. Alleen wat je net zei en wat Halina ook zei, is natuurlijk toch zo dat je verwacht niet van een opleiding waar het gaat over de misstanden in de wereld. Hè? We hebben het op het toneel heel vaak over wat wel in de wereld wel of niet kan en wat wel moet en we leveren daar kritiek op. Is toch verbijsterend dat je die praktijken ook daar tegenkomt. Maar het is jammer genoeg, het is geen uitzondering. Ik denk dat je dat overal, maar ook overal altijd weer mee zult maken. Ja, ja. Maar ik vind wel, moet ik je zeggen, ik doe even chapeau. ik vind het heel dapper dat je erover geschreven hebt. En bedoel je met de titel, Anne, want de titel is Wie ik aan het zijn was, dat er voor de hoofdpersoon dingen gebeuren, waardoor ze anders is geworden dan ze eigenlijk had willen worden. Ja, dat vind ik een heel correcte interpretatie van de titel, zeker. Want ik speel ook heel graag met het schuurvlak, zeg maar, van fictie en werkelijkheid, omdat dat ook in die opleiding een heel spannend schema. Ja, dat is allemaal zo, dat ga je door elkaar halen. En zij is eigenlijk nog, zij heeft nog geen identiteit als zij op die school komt. Ze komt uit de provincie en wie ben je nou eenmaal? Mm-hmm. Dus zeker, die titel staat zeker symbool voor het zoeken naar het zijn. En achteraf bekeken voelt zij, als ze terugblikt op die periode, dat een versie is geweest, ja, die wel zo is ingekleurd, maar niet echt. Er speelt daar toch ook in mee dat je in zo'n opleiding, er is nog altijd een ander facet. Het is misschien een beetje een cliché, maar het is misschien toch wel zo. Men wil graag in de publiek, je wil graag bekend worden. Je wil graag, speelt dat ook een grote rol mee dat je daardoor als leerling. Je wil slagen. Je wilt slagen. Nou, je wil gewoon erkenning. Je bent behoeftig naar bevestiging. En de ene wil bekend worden, dat lag bij mij. Dat was bij mij niet het geval. Nee, iedereen al bekend was om mij heen. Dus dat was niet de eerste. Het speelt wel altijd weer een rol. Ja. Eén ding vraag, want er was wel liefde vanuit jouw kant naar hem ook, toch? Nou, wat ik zeg, op dat moment wil je dat geloven. Als een ouder iemand, dat heb ik proberen te omschrijven, het is eigenlijk een wankele illusie die ze samen creëren. Beiden zijn ook een soort van met afhankelijk van die illusie. Hij heeft iets nodig en zij heeft iets nodig. Maar in ieder geval, wat wel toe heeft geleid, hebben de Amsterdamse theaterschool ook een reactie gevraagd natuurlijk. En die hebben gezegd, oké, ze hebben het boek nog niet gelezen, maar wel de publiciteit daarover gevolgd. En mede daardoor hebben ze wel de reglementen iets aangepast, een update gegeven, zodat de gedragsregels scherper in de gaten worden gehouden. Nou, het was wel verbijsterend dat er een vorm van ontkenning kwam uit de theaterschool, waarvan ik denk, had nou gelijk gezegd, openbaar gemaakt, oké, die dingen gebeuren, zijn ook bij ons gebeurd, en daar openheid over gegeven, dan hadden ze bij mij in elk geval enorm gewonnen.